Nou, we staan nu bij het tafeltje. Eén tafeltje hebben we voor de open ochtend neergezet van de klaverjassers. Hans van Velsen is daar de voorman van. Opperhoofd. Opperhoofd, ja. Nou, wij zitten niet zo strak in elkaar. We proberen er altijd het beste van te maken. Okay. Als je vragen hebt, kun je bij Hans even terecht over hoe en wat. Nou, ik heb geen vragen over klaverjassen, want dat moet je mij niet gaan doen, want dan zitten we hier nog een uurtje. Maar ik heb wel vraag, wanneer zitten jullie hier? In principe kan je, net als met biljarten, iedere dag kan je klaverjassen als je dat wil, alleen dat gebeurt bijna niet. Maar op dinsdagmiddag is er een groep die klaverjast. En daar zijn ook jokeraars bij op dinsdagmiddag. Dat zijn dames. Dames jokeren meestal, hier. En op donderdagmiddag hebben wij eens in de 14 dagen een klaverjasmiddag. En dat is dan een competitie. Okay. En genoeg deelnemers aan deze klaverjas? Er ongeveer 36, maar er zijn er nu een paar afgevallen. Dus het zal zo achter in de 20 lopen. Dus voor hetzelfde geld hier, aanmelden. Aanmelden. Gewoon hier naartoe gaan. Ja. Aanmelden, ja. Meedoen, aansluiten en gezellig klaverjassen. Je kan zo langskomen als je op donderdagmiddag wil klaverjassen. Dan kom je gewoon, je hoeft niet te zeggen van kan ik komen. Je komt gewoon en iedereen die er is kan meedoen. Het is alleen één probleem, omdat je met z'n vieren klaverjas, moet je dus koppels van vier hebben. Ja. Maar goed, één stilzitter kan nog, want dan zit je één keer stil. En dan kan je gewoon de rest van de middag kan je gewoon meekaarten. En verder is het gewoon, het gaat puur om de gezelligheid en normaal gesproken kaarten. Zijn er wel genoeg om gezellig een potje te kaarten. Ja, zeker. Ik wens jullie nog veel plezier en eerlijk spelen, hè? Oh, doen we altijd. Goeie niet zijnen of zo? Nee oké. Okay. Was dat speciaal voor mij? Komt goed! Er zitten dames bij die. Nee, jij doet wel eerlijk, Klaas.